De actie Samen voor de Voedselbank van alle regionale omroepen is zojuist afgesloten. 2 weken lang heeft Limburg houdbare spullen ingeleverd voor de voedselbanken in onze provincie. En de totale opbrengst 121.241 producten. Bas van der Zwaan, tevreden met de opbrengst, Bas? Ja, meer dan tevreden, Kirsten. Ik weet eigenlijk niet goed wat ik moet zeggen. Ik sta hier te midden van de vertegenwoordigers van de 6 voedselbanken in Limburg. En het is eigenlijk boven verwachting als je hebt net zelf de cijfers genoemd, als je vergelijkt met Friesland. Friesland heeft 115.000 producten bij elkaar gehaald. Dus we mogen daar in Limburg best een beetje trots op zijn met z'n allen. Ja, het is een gigantisch grote en succesvolle actie geworden. Hoeveel had jij zelf verwacht? Nou, ik heb het in de live-uitzending een paar keer gezegd. Ik heb gedroomd van het getal 30.000. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik wist niet of dat veel was. Ik vond zelf vond het al heel wat. Maar als je dan zoiets kijkt dat je ruim over de 2 ton aan euro's gaat, dat is ongelooflijk. En dat komt allemaal ten goede aan die 6 voedselbanken in Limburg. Hier staat Hanny Verwijs samen met haar man Harry van de Voedselbank Limburg-Zuid. Toch een beetje de gezichten van de voedselbanken in de actie van ons de afgelopen 12 dagen. Hanny, wat dacht jij toen je voor het eerst de aantallen hoorde? Onvoorstelbaar. Je kunt je het niet voorstellen. Dit is zo'n enorme berg voedsel. Als je het dadelijk opgestapeld ziet of in de vrachtwagen ziet staan, daar kun je geen beeld bij vormen. Om ons een beeld te vormen, hoe lang zou het ongeveer duren voordat jullie met de voedselbanken dit weggespeeld hebben richting de mensen, deze aantallen? Nou, ik hoop dat wij met ons deel in Limburg-Zuid 600 voedselpakketten per week het toch zeker tot het einde van het jaar kunnen redden. Meen je dat nou? Ja, dat meen ik. Dus met deze actie hebben we jullie voor een groot gedeelte van 2015 uit de wind gehaald? Nou, in ieder geval wat betreft de vullingen van de voedselpakketten. Alle verse producten die daar elke week in nodig zijn, zijn natuurlijk nog steeds hard welkom. Maar dit is in ieder geval de basis van het voedselpakket. Nou, daar krijg ik dan spontaan even kippenvel van. Tot slot, Hanny. Sponsors mogen zich altijd aandienen, neem ik aan. De mensen die jullie een warm hart toedragen. Want laten we dan vooral ook maar vast even aan 2016 denken. Ja, en helaas even een jaar 52 weken. En honger duurt ook 52 weken. Dus ja, alle sponsoringen staan bij welkom. Gaan we nog even naar onze garage. Daar werden de spullen allemaal opgeslagen. Ook vandaag nog, vanavond nog. Bas van Mulke, staan die spullen er nog of zijn ze inmiddels al onderweg? Onderweg, ja. Ja, ze zijn inmiddels onderweg. Het is bijna leeg hier. Toch, mag ik wat drinken? Nou, dan komt Ger nog eventjes. Hallo Ger. Daar gaan ze. Hè. Alle producten gaan allemaal die kant op. Die zijn hier buiten op pallets gestapeld. Pallets vol met producten. We hebben het zojuist in de finale gezien. Het is echt ongelooflijk wat hier deze afgelopen 2 weken gebeurd is. En dan is er opeens een lege hal of een lege garage hier bij L1. Een van de inzamelpunten de afgelopen 2 weken. En het grootste succes van deze actie is te danken aan al die initiatieven. Groot, klein, bekende Limburgers, minder bekende Limburgers, particulieren, bedrijven en scholen. Zoals bijvoorbeeld van... Oh, sorry meneer, ik word gewoon niet opzij geduwd. Op het Stella Maris College in Meersen was onze Lex van Moorsel vandaag. Ik ben hier op het Stella Maris College in Meersen. En ze hebben hier een inzamelingsactie gehouden. Moet je eens kijken wat het resultaat is daar. Onze klas is gewoon best wel actief met voedsel geven aan mensen die financieel niet erg goed zijn. Ik zie daar een hele trotse vader aan kijken. Ja, dit doet ze wel heel erg goed hoor. Dat ze even zo voor een microfoon en een camera even wat vertelt. En daarbij ook nog samen met de klas heel veel ingezameld heeft. Wat heb jij allemaal gedaan voor deze actie? Ik heb alleen antwoord gegeven aan de vraag van mijn kleindochter. Of ik even een paar liedjes wil zingen voor de kinderen die zoveel gedaan hebben voor deze actie. En Pien, wat heb je gedaan? Ik heb een paar pakken ries en hagelslag ingeleverd. En met de ganse klas? Ja, met de ganse klas allemaal dingen weer bijeen. En dan heen naar toe gebracht. Ik heb Bepje naar toe gebracht. Dat is wat ik gedaan heb. Job Heusje die is met het programma Global Exploration, waarin jongeren ervaring kunnen opdoen in het buitenland, in Peru geweest. Als je zo'n ervaring hebt gehad in zo'n land als Peru, waar veel armoede is, hoe kom je dan terug in Nederland? Nou, je komt echt als een andere persoon terug. Ik weet ook toen ik thuis kwam dat ik een enorm probleem had met het weggooien van eten. Zeker omdat daar mensen niks hadden.
En het is natuurlijk heel mooi als je daar kan doen dat de hulp daar inderdaad harder nodig is dan hier. Maar als hier ook hulpbehoevenden zijn, waarom zouden we die mensen hier dan niet ook helpen? Nogmaals, ik heb een post voor jullie. Heel goed jullie gedaan hebben. Die zijn getuigen van de laatste pallet die hier bij Alleen naar buiten wordt gebracht. Dit zijn de laatste producten die van deze actie zijn opgehaald. Eindstand staat hier 121.241 producten. Ik zet er nog een dikke cirkel omheen. En bij deze wil ik dan ook iedereen heel hartelijk bedanken namens iedereen bij Alleen en namens alle voedselbanken in Limburg voor alle medewerkingen, vooral voor al die producten. Dus duizendmaal dank en tot heel snel.